Vandaag ga ik het hebben over de cirkel. Na dit filmpje kan je de verschillende lijnen aanduiden en ook benoemen. En om te beginnen wil ik jullie aandacht vestigen op dit punt. Dit is het middelpunt. Ik zal dat eventjes erbij schrijven. Met andere woorden, het middelpunt ligt precies in het midden van de cirkel. Dat wil zeggen dat als je naar de omtrek gaat kijken van de cirkel, dat alle punten even ver liggen van het middelpunt. Dus het middelpunt. Dan zie je daar ook nog een andere lijn. Deze. En dat is eigenlijk de lijn die het middelpunt met een punt op de cirkel verbindt. En dat heet de straal. Dus dit is een straal. Als je nu gaat kijken naar deze lijn, ik zal ze eventjes aanduiden met een andere kleur. Als we nu naar deze lijn gaan kijken, dat is ook een straal. Ja? Maar als we nu de straal nemen en we gaan die straal nog eens verlengen, zodat we eigenlijk één rechte lijn krijgen van het ene uiteinde van de cirkel tot het andere uiteinde van de cirkel, dan heb je eigenlijk twee stralen. Of, dat heet ook de diameter. Dus die diameter, dat is 2 maal de straal. Als we nu eens opnieuw naar de straal gaan kijken, kan ik zeggen dat ik heel veel stralen kan tekenen. Ik ga dat nu eventjes zonder lat doen. Ja, kijk, we beginnen altijd van het middelpunt en we gaan zo tot aan de cirkel. Dat is een straal. Ik zal nog even een andere tekenen. Opnieuw van het middelpunt beginnen. Dat is opnieuw een straal. Deze moeten wel altijd met een lat getekend worden. Ik kan dat jammer genoeg niet. Nu heb ik gezegd dus dat wij heel veel stralen kunnen tekenen, maar dat geldt ook voor diameters. Ik ga nog 1 extra diameter bijtekenen. En zoals ik juist al zei, we beginnen aan het uiteinde van de cirkel tot aan het middelpunt. En vanaf het middelpunt verlengen we verder tot aan het andere uiteinde van de cirkel. Wat ook heel interessant is om te weten, is dat alle diameters ook symmetrieassen zijn. Dus met andere woorden, als je een diameter tekent, is er aan de linkerkant hetzelfde te zien als aan de rechterkant. Zo, dat waren de verschillende lijnen in een cirkel. Bestudeer mijn filmpje nog een keertje heel goed en probeer daarna eens zelf een cirkel te tekenen en duid daar ook eens alle lijnen zelf op aan. Telkens met een lat natuurlijk. Veel succes!